Jullie hebben vanmorgen een stadswandeling georganiseerd voor gemeenteraadsleden en andere geïnteresseerden. Kunnen jullie daar iets over vertellen? Ja, daar kunnen we iets over vertellen. Het was een bijeenkomst met in principe voor raadsleden. Met een aantal partners die bezig zijn om in het probleem daklozen. Die vervullen een rol in deze stad. En een aantal van deze partijen zaten hier vanmorgen aan tafel. En wat is het belang van zo'n bijeenkomst, Bert? Het belangrijkste is dat we de raad zo goed mogelijk informeren. Dat de organisaties zo goed mogelijk aan het denken gezet worden over hun werk. En dat de doelgroep zo goed mogelijk geholpen wordt. De mensen vanuit de 24-uursopvang die gaan verhuizen naar een locatie bij de Schelvorst. Daar hebben wij een 15-tal studio's die tijdelijk bewoond zullen worden door onze bewoners. Dus in die zin gaan ze er zelfs in de tijdelijkheid qua ruimte al op vooruit en zullen ze naar eigen sanitair en eigen keukenvoorzieningen gaan. Hadden jullie de indruk dat de gemeenteraadsleden daar nog geen goed beeld bij had, Anton? Nou ja, ik heb mezelf vaak als voorbeeld genomen. Ik had er in ieder geval geen beeld van. En ik ben in Almelo, dus wat dat betreft had ik het kunnen weten. Maar ik heb hier vanmorgen ook weer een aantal partijen aan tafel gezien en gesproken. En gehoord wat ze allemaal vertellen. Daar had ik geen weet van. En ook niet van de problematiek, zo groot als die nu is, hier in het Almeloos. Javiera, je was vanmorgen aanwezig op een bijeenkomst van gemeenteraadsleden. En je hebt daar een persoonlijke ervaring gedeeld. Kun je daar iets over vertellen? Ik ben dakloos geweest. Ik heb bij 24 uur opvang van Humanitas gezeten. Dat ging niet zoals je het zou verwachten. Je komt op een 24 uur opvang en je denkt mensen zullen daar er voor je zijn. Helaas heb ik een andere ervaring. Ik moest daar gewoon al een simpel hallo afdwingen dat dan werd gezegd. Ik werd eigenlijk aan mijn eigen lot overgelaten. En welk beeld heb je gekregen? Nou ja, ik zie dat heel veel partijen heel actief zijn om zaken te verbeteren. Om er te zijn voor deze doelgroep. Maar dat vraagt nogal wat en dat vraagt ook veel in de samenwerking. En dat zie je hier ook. Ieder vertelt zijn verhaal. Maar de vraag is of het samenwerken aan zich, of dat allemaal vlekkeloos verloopt. De visie die Humanitas de aankomende tijd heeft, is echt te gaan van maatschappelijke opvang naar maatschappelijk wonen. En dit is een goede stap in de juiste richting om ervoor te zorgen dat iedereen een plek heeft voor zichzelf. En niet meer een kamertje om vanuit te werken of zelfs een nachtopvang waar je in de winter af en toe misschien zelfs op een slaapzaal slaapt. Als jij met mensen praat die in een kwetsbare situatie zitten, merk je dan een verschil in aansluiting wat jij hebt vanuit je ervaring en wat die professional heeft? Ik merk zeker verschil. Ik maak gewoon echt verbinding met die persoon. Ze durven open te zijn. Ze durven, ook door middel van mijn verhaal, zeg maar, durven ze ook daar antwoord op te geven. En als iemand een professional is, voor hun gevoel of voor ons gevoel, staat de professional boven ons. En die kunnen wel de zorg bieden. Maar als ze hun niet kunnen levelen met iemand die een hulpvraag heeft, ja, dan kan je inzetten wat je wilt, maar ze gaan zich niet openstellen. Die op een andere manier leeft, ook door het systeem gedwongen. En zolang daar alleen maar naar gekeken wordt alsof die 30% niet deugt, denk ik niet dat je wat oplost. Je moet proberen te kijken hoe het kan ontstaan dat zoveel mensen anders zijn en anders leven. En dan moet je kijken hoe je daar het systeem en de maatschappij op aan zou kunnen passen.